Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. En in deze video ga ik u laten zien hoe je met de hulp van deze kaart al je kleuren altijd helemaal exact goed kunt krijgen in je video's. En de techniek die ik hiervoor ga gebruiken doe ik in DaVinci Resolve, maar dit werkt ook in Premiere en in Final Cut Pro en eigenlijk alle meeste professionele foto's. En alle professionele videobewerkingssoftware. Om het zo maar even te zeggen. En voor de fotografen, die zullen misschien het vakje kennen, wat ik niet liet zien. Van deze hier. Al. Want dit is de Color Checker Passport. En hier heb je dezelfde vakjes op staan. Ik moet zeggen, dit is al wat oudere Color Checker Passport van 2015 geloof ik, dus officieel niet meer accuraat. Maar als je deze hebt, kan je het ook hiermee doen. Alleen de reden dat ik deze variant ook liet zien. Deze kost. 4, 5 tientjes, afhankelijk van waar je bestelt. En deze kost iets van 150 euro geloof ik. Of 130 afhankelijk van hoe de prijs loopt. Dus deze kan hetzelfde. Is alleen een stuk goedkoper. En wat ik het voordeel van deze vind is dat hij een stuk groter is. Wat het dus makkelijker te zien maakt. En voordat we hier verder mee gaan nog even een vraag. Ik heb nu mijn podcast mic in beeld. Tegenwoordig schijnt het heel hip te zijn om je microfoon in beeld te brengen. Uh, veel sm 7 b trouwens. Ik vind deze persoonlijk iets fijner klinken. Maar even de vraag naar jullie: hoe vinden jullie dit klinken? Vind jullie dit fijner klinken dan de microfoon die ik normaal gesproken hierboven heb hangen? Want vroeger deed ik altijd heel erg best om mijn microfoons te verstoppen. Maar tegenwoordig schijnt het helemaal hip te zijn om hem gewoon te laten zien. Ja, en ver in hip. Wie had het nou verwacht? Maar goed, genoeg over dat. Laten we snel. Daar vind je in induiken om jullie te laten zien hoe je dus aan de hulp van de kleurenkaarten het makkelijkst je kleur altijd helemaal goed en neutraal kan trekken. Ik heb de beelden net ingeladen en nu ga ik jullie verschillende technieken laten zien die je kan gebruiken om nu de beelden van log naar gewoon ja, goed neutraal net beeld te krijgen. En dit zijn allemaal dingen die ik eigenlijk in de praktijk geleerd heb en dus ook voor jullie echt praktijkvoorbeelden zijn die je kan gebruiken. Ik zit hier nu in Resolve en hier zie je het beeld wat we hebben. Nou, je ziet een prachtig mooi logbeeld, lekker grijs en een beetje grijs tinten en hier en daar een klein sprinkeltje aan kleur. Als eerste wil ik even twee scope's laten zien die we veel gaan gebruiken. Dat is hier de waveform, maar we gaan ook heel veel werken met de vectorscope. En omdat je heel veel naar gaat kijken, ga ik even hier op deze klikken. Nu zien we twee keer de vectorscope, maar laten we hiernaast even zetten de waveform. Deze vertelt ons eigenlijk alles over het beeld wat je ziet. En als ik nu ga spelen, dan zie je het hier bewegen. Deze vertelt eigenlijk over de breedte van het beeld. Van hier naar hier. Wat waar aan kleur zitten. Dus dit ben ik hier. Nou, dit highlightje hier zit dus hier. Uh, hier beweeg ik. dus zijn mijn kleuren. En als ik nu eruit haal, nu zie je hier ook de colorchecker verschijnen in deze streepjes. Misschien een beetje moeilijk om te zien zo, maar. Het wordt zo meteen een stukje duidelijker. Maar we hebben in ieder geval een beeld staan met de Color Checker. Ga ik een beetje inzoomen. En stel je hebt dit beeld van iemand gekregen en je hebt geen idee wat voor beeld het is, uit wat voor camera het komt, wat voor log het is. De meest makkelijke en snelle manier om wat goeds van te maken is hier op dit logoje doen van Color Match. En hier zien we al staan: Data Colors Pilot Checker 24. Ik weet dat dit degene is die wij gebruikt hebben. En je hebt nog ook allemaal andere staan. Maar ik klik nu op deze. Ik zet Source Gamma op auto. Target Gamma op auto. Target Colors op auto. En als ik hier onderin nu op de kolorchart druk, dan zie ik een hele klein foutje gemaakt heb. Ik heb hem namelijk staand en hij moet liggen. Dus ik moet even aan dat deze hoekje bovenin moet. Dus als ik deze nu verplaats. En ik zet dit stipje hier bovenin, die omhoog daarin. Klein beetje rommel nu, om even een kwartslagje te draaien. Nu zie je alle vierkantjes erop staan en nu drukken we op match. En nu heeft hij hem dus op kleur gematcht. Nu zie je wel. Ja, het contrast en zo klopt nog niet heel erg. Dus wat ik ga nu doen. Ik druk even op rechtermuisknop. En doe ik add note. En doe ik add serial note before. En nu ga ik hier naar mijn wheels. En eerst ga ik de belichting een stukje omlaag trekken. En dan mag het meer contrast in. En nu kijk ik eigenlijk onder andere hier naar deze streepjes. En. Die kwalificeren eigenlijk hiermee. En als ik nu even nou, iets beter trucje doe. Deze selecteer die eromheen. Alleen daarom. En ik koppel deze nu wel even aan elkaar. Nu kan ik dus zien met correctie mogen laag lichten. Dat respondeert dus aan deze streepjes. Als ik hoog licht, de hooglicht ongeveer 90. De ander wat meer omlaag. Ik een beetje aan elkaar naar 10, dat is mijn zwart punt. Oké, okay, halen we die er weer vooraf en klikken we die uit en doen we de power window even weg. En nu zien we dat we een heel net beeld hebben. En nu ik toch de grijze kaart ziet, uh, altijd even witbalans een keer naprikken kan nooit kwaad ziet je een hele kleine shift nog in zit, kan ook soms deze kaart iets afwijkt. Maar goed. Dat is dus even de eerste techniek. Goed, dan de tweede techniek. Resolve kan de kleuren zelf al aardig goed zetten automatisch. Hoe kan je dit doen? Je gaat hier onderin naar het tandwieltje, naar product Settings en dan kan je hem zeggen van DaVinci YRGB naar DaVinci YRGB Color Managed. Dan zet ik hem zo stand op STR en dan STR REC 79, want dat is eigenlijk een beetje de standaard voor beeldschermen en dat soort dingen. Dan heb ik hier mijn beeld weer netjes de grijs tinten. En nu kan ik hier op rechte klikken, input color Space En nu weet ik dat dit sgamut 3.cine.slog 3 is, of slash slog 3 moet ik zeggen. Klik. En nu zien we al een aardig goed beeld. Nu pak ik even de middelste noot. Alleen hij kan al een klein beetje kleurkreeks gebruiken. Dus ik ga weer naar mijn color chart. En nu ga ik hier ook weer naar mijn color charting. En ik moet ik wel even zorgen dat deze goed geselecteerd staan. Want wat gebeurt er namelijk als je hem verkeerd selecteert? Als ik hem er nu overheen zet. En ik druk op match. Dan krijg ik super funke kleuren. Dit willen we niet. Dus ik ga hem even netjes stellen. De data spider checker 24. Uh, match. En nu klopt weer. En als je nu ook kijkt hier naar het huidtintje. Dan zit hij er prachtig mooi netjes op. Qua contrast zit hij er nu nog een klein beetje vanaf. Wat ik zou willen zeggen. Dus ga ik weer naar de node ervoor. Trek hem taal iets naar beneden. Nu wordt het donker heel erg donker. En het is heel erg belangrijk om dit hier goed je scopes te hebben kijken om de graad te houden. Dat zorgt ervoor dat je ook een niet goed gekalibreerd scherm hebt, je nog steeds alles goed kan krijgen. En ik wil inderdaad mijn highlights ongeveer rond 90% hebben. Rond deze kant. En als we dan nu het beeld gaan kijken, dan zien we eigenlijk nu zien we dat we eigenlijk een heel erg net beeld hebben. Dan de laatste techniek. Ik ga even de Color Space eraf halen. Ik maak even vier nodes aan. Voordat ik met de volgende techniek aan de gang ga, dit is een wat meer geavanceerdere techniek, maar dat vind ik wel de beste techniek die er is. Je hebt in je conversie altijd een bepaalde volgorde. Met de techniek die we net gedaan hebben gebeurt eigenlijk de color space transform aan het begin van je chain, om het zomaar van je ketting. Je kan het een beetje zien als lagen die je op elkaar stapelt. Uh, alles wat je in je onderste laag gedaan hebt, daarop ga je verder bouwen. Alleen als je nou die color space transform of een lut aan het begin zet en hij kap bijvoorbeeld je highlights af, dan zijn die afgekapt. Terwijl als je je color space transform of je lut later in het hele proces zet, dan kan je daaronderin je log Beeld dus heen en weer. klaar om het zo maar te zeggen. om Omzorg dat alles er weer in past. Dus dan ga je niet werken op het al ja afgekapte beeld. Dat geeft gewoon meer informatie om op te werken. En hoe dat werkt, ga ik jullie nu laten zien. We gaan weer even naar het beeld toe waar ik de color chart omhoog haud. Dan hebben we hier alle notes aan. In dit geval vier notes. heb ik aan het begin even aangemaakt. Dan pak je hier de. Colorspace transform, die zet ik erop. En nu selecteer ik dat het input colorspace Sony S Gamma 3. is. En input gamma is S log 3. Nou, nu trek je hem één keer alweer aardig goed. Maar we zijn nog niet helemaal. Nu ga ik eerst even naar de eerste. En daar pak ik even mijn prikketje. En dan gaan we even de witplants goed zetten. En nu zie je dat hij eigenlijk al behoorlijk goed gepakt hebt hier op de skin tones. Maar als je die andere puntjes ziet, gaan die nog alle kanten op. Dan gaan we even naar de waveform instellingen. En ik zet het twee keer even uit. En deze puntjes hier, ze zijn nu iets minder goed te zien. Die corresponderen dus met deze. En dan ga ik even naar de volgende noot. En nou, laten we eerst deze even pakken, de eerste noot. En laten we even het contrast goed zetten. Dus ik wil mijn witpunt ongeveer de 90. Die andere mag ook iets lager. Als ik hem nu open. Nu ziet er in principe al aardig goed uit, alleen de kleuren kunnen nog ietsjes beter. Vooral de saturaties We gaan deze en wat trouwens ook wel merk goed werkt. Ik ga even naar rechtermuisknop en dan kan ik even een add node label maken. WB komt, oftewel wit balans contrast. Kleur. Look, nu gaan we naar de kleuren toe. En nu ga ik vooral naar deze kijken. En ik ga nu naar een ander tool toe. Ik ga hier naar de curves toe. En dan zijn er twee curves heel belangrijk: dat zijn deze, dus kleur, dus UI versus saturation en UI versus UI. En dan maken we even puntjes aan. En misschien zien we wat er gebeurt. Deze puntjes corresponderen met deze. En door deze zo meteen heen en weer te trekken. Ga je dus alles goed kunnen trekken. En wat ik nu even ga doen. Een klein trucje. Deze ga ik hier verbinden met de notes. Vervolgens ga ik weer naar de qualifier. Pak je deze. Klik. 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 En nu zien we vooral... Deze opgelicht. Ook weer terug hier in de scopes. De puntjes. Nu we dus een kwestie van deze puntjes in de vakjes zetten. En doen we als volgt. Ik ga even naar de curves toe. En nu zien we dat de rood al aardig op zijn positie is, maar die moet ietsjes omlaag. De signaal die moet ook iets meer richting de kant op drukken. Blauw moet iets terug. Signaal op zijn plek. Heel zitradig. En nu gaan we hier naar de Ui First Saturation. Nou, rood moet iets meer hebben. Magenta behoorlijk. En je merkt gewoon dat zelfs met de Cross2 Planesform wordt alles toch nog redelijk vlak qua saturatie. Dat is mijn geel. En dit heeft ook heel erg te maken met de lichtbron die je gebruikt hebt. Die maakt nogal wat behoorlijk verschil hierin. Want af en toe net welke lichtbron hoeveel informatie gegeven heb. En nu zit ze aardig erin. Ik zet die nog iets terug. Het zat een beetje een balanceerspelletje. En nu zetten we de qualifier uit. halen we deze los. En klikken we die los. En als we dan nu naar het beeld gaan. En ik kijk bijvoorbeeld hier naar mijn huidtint. laat die ook even controleren. Qualifier. Erop zetten. Zie je dat de huidtintjes heel mooi op de lijn zitten. En nu heb je eigenlijk, ja of je het, ik zeg altijd bij. Of je het creatief mooi vindt is altijd een tweede. Maar nu heb je in principe een, een neutraal beeld waarbij de kleuren kloppen. Zo, ik hoop dat jullie dit een leuke en leerzame video vonden. Als dat zo is, geef een duimpje omhoog hier beneden. Heb je nog vragen, laat het ook onderin weten. En als je dan toch bent, druk gelijk even op abonneren. En heb je geen zin om naar beneden te scrollen? Kijk, hier klik te abonneren. En hier voor video's die ik eerder gemaakt heb. En natuurlijk dus zie ik hopelijk graag snel terug bij een nieuwe video. Hoi, hoi.